Kent u hem nog, die oude vertrouwde Nederlandse gulden? 10 jaar geleden zat hij nog in uw portemonnee. En heeft u wel eens heimwee? 2011 was een jaar van veel onrust rondom de euro. Ongetwijfeld ook een belangrijk gespreksonderwerp tijdens deze eindejaarsborrel van VNO-NCW en MKB Nederland. Want lossen we de eurocrisis op of gaat de euro ten onder? En hebben we met z'n allen wel eens heimwee naar die gulden? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, het zou mooi zijn als die weer ingevoerd wordt. Nou, ik heb er nog een paar liggen thuis, maar laat het maar gewoon op de euro houden, denk ik. Heeft u wel eens heimwee naar die gulden? Absoluut niet. Alhoewel, ik moet je wel eerlijk zeggen, als het om hele grote bedragen gaat, vertaal ik het nog wel eens. Ik verzamel munten, dus ik vind het altijd wel mooi om oude gulden. Dit is geen echte mooie oude gulden overigens. Waarom niet? Nou, deze is 1976, dus is hij nog niet zo heel oud. Maar ik vind het wel mooi, om uit een stukje historisch besef. Maar ik zou hem toch niet willen hebben als munt, want de euro heeft ons juist ook wel heel veel gebracht. Ja, de gulden, natuurlijk. En Juliana. Ja. Heeft u wel eens heimwee? Nee, nooit. Echt nooit? En u keek zo vertederd? Nee, oprecht niet. Nee, maar dat is gewoon een vertedering naar de majesteit natuurlijk. Wie wij vroeger hadden en die toch een heel geliefd mens was. Heimwee misschien? Nee, dat heb ik niet. Ik vind dat het was een. Nou, ik heb wel heimwee naar de uitvoering. En ook de biljetten. Die waren een stuk mooier dan de biljetten die we nu hebben. Dat is een gulden. Nederlandse gulden. U zegt het met enige verbazing, hè? Ja, precies. Dat hij dat nog heeft. Heeft u hem gekend? Ja, zeker. Zeker. Ik was toen wel klein. 12 jaar als het goed is. Maar ik heb het wel gekend, ja. De ene Europese top naar de andere. En telkens weer die financiële markten die er geen vertrouwen in hebben dat de Europese landen in staat zijn hun overheidsbegroting op orde te krijgen. Begin vorige week was er opnieuw zo'n Europese top. En opnieuw is de vraag, is het vertrouwen nu echt hersteld? Wat vinden de mensen hier? Hebben zij het vertrouwen dat het volgend jaar goed komt met de euro? Ik heb er weinig vertrouwen in. Ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk de Engelsen ook. Als je vandaag het nieuws heeft gezien. Nou, we doen als kabinet in ieder geval erg ons best om te zorgen dat die euro blijft. Dat is het belang van Nederland, in het belang van werkgevers. Werkgevers hebben er natuurlijk heel veel belang bij die euro. We zijn voor een groot deel van onze economie is afhankelijk van de export, van de handel met het buitenland. Ja, en daar is die euro toch heel belangrijk voor. Als de euro zou verdwijnen en wij krijgen een krimp van 20% tot 25%, dan denk ik zelfs dat je volksopstanden krijgt. Ik ben zelf misschien, omdat ik een hart en nieren ondernemer ben, heb ik altijd zoiets van gewoon optimistisch. En we gaan er gewoon voor en we blijven gewoon met een smile op het gezicht doorzetten. Dus u bent eigenlijk optimistisch? Ja, maar dat ben ik eigenlijk in bijna alles. Nou, ik ben in ieder geval wel een stuk positiever dan ik een paar weken geleden nog was. Het is wel een veelkoppig monster, deze crisis. Het gaat nog zeker een hele tijd duren voordat we deze crisis te boven zijn. Het vertrouwen terugwinnen op de financiële markten is ook iets waar je lange adem voor nodig hebt. Maar het gaat ons uiteindelijk inderdaad weer lukken, zeker, ja. Nou, ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk, is er echt een realistisch alternatief om daar nu vanaf te stappen? En dan denk ik van niet. Nee, ik maak me ernstig zorgen. Waarom maakt u zich zorgen? Nou, ik denk dat als Frankrijk en Duitsland eruit stappen, dat we dan met z'n allen wel daar zeer zware gevolgen van gaan voelen. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk veel te lang spannend. En, nou ja, het moet gewoon. En het feit dat ik dat zo zeg, laat ook weer zien dat ik daar een beetje tussen optimisme en pessimisme in zit. Maar ja, er moet gewoon veel gebeuren. En het gebeurt te traag en het gaat voortdurend te weinig. Het duurt natuurlijk jaren als een land gewend is om te schakelen in euro's. Maar ik ben geen politiek of ik ben geen minister of niks. Maar ik denk dat de gulden ons beter was afgelopen dan de euro's, persoonlijk. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Ik denk dat de tucht van de markt, van de financiële markt, de politie gewoon dwingen om maatregelen te nemen die structureel en op lange termijn de euro echt gaan veiligstellen. Dat moet gewoon. Is die beter? Ja, dit is een mooiere. Dit is een mooiere. Dit is een mooiere gulden. Ja, dit is 1955. Ik vraag hem toch aan u terug, hoor. Ja, dat dacht ik. Ik zou deze, die is niks waard, maar deze is nog wel wat waard.